Sandra Schurewegen, CEO bij Brunel, schreef een opiniestuk in Weekblad Knak waarom jongeren op wereldreis moeten gaan. Volgens Sandra helpt dit in het kiezen van de juiste studierichting. Wij trokken de straat op en checkten bij de jongeren zelf. Goh, ik denk dat dat gewoon supergoed is voor je personele ontwikkeling en voor je ervaring. En ik denk dat het heel belangrijk is om verschillende culturen te leren kennen. Als jongen heb je nog tijd. Als je dan een groot deel van de wereld gezien hebt, kun je ook al beter zien wat er in de wereld leeft en hoe je daarmee... Kun je dat beter inschatten ook. Met de moderne technologie ook, zien we internet en zo, zien we ook allerlei dingen. Bijvoorbeeld in Peru. En dan kan je zeggen van je wereldwijde is, maar ik wil dat ook zelf een keer zien. Ik denk dat het altijd interessant is voor je cv ook, als je echt al aan werk gaat denken. Gewoon het feit dat ze zien dat je op je eigen benen goed kunt staan, dat je je eigen weg wel wat durft zoeken en dat je open staat voor nieuwe ervaringen die niet altijd zo gecontroleerd zijn. Dat je je eigen wat kunt redden in moeilijke situaties en zo. Ik denk dat dat wel in je voordeel speelt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om je perspectief op de wereld en je blik op de wereld te verruimen door te gaan rondreizen en door nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe ontmoetingen mee te maken en zo, ja. Ik denk dat dat wel altijd interessant is om heel veel kennis op te doen die je eigenlijk niet krijgt op de schoolbanken, om nieuwe dingen, om nieuwe mensen te leren kennen, om een beetje zelfstandiger te worden. Dat is ook altijd heel interessant. En wilt je zelf ooit een wereldreis maken of een grote reis? Supergraag. Het is alleen voor het moment dat ik daar totaal geen geld voor heb. Dat is meestal het probleem. Zelf mijn eigen plan trekken lijkt me wel leuk. En is er een favoriete bestemming die je in gedachten hebt? Amerika. Alle landen van de wereld. Ik studeer talen, dus ik wil eigenlijk echt wel graag meer van de wereld ontdekken. Ik ga sowieso ook op Erasmus volgend jaar, dat is wel binnen Europa. Maar ik zou dat wel zeker zien zitten.